Die net ietsje later dan hun ploegmaters hier het startdocument komen ondertekenen. Zo gaan we verder met welcome ladies of the Sweden national team. Met ladies to all of you at the start of the fourth stage. Soon the start at 2:30, dus binnen enkele mensen. Dit zijn de ladies van Rabo Lift Women Cycling Team. Van harte welkom, de regerende wereldkampioenen. Voor de eerste rush. Deze wordt aangezet en wij doen hier een top. Dat is het nummer 61 op de deelnemerslijst. Dus nog 7 ronden. Het volledige pak dat nu op een lange lint wordt getrokken. Hier aan de meet in de restant corset tour. Still 7 laps to go. Maar wat een aanvangsfase. Heel wat dames die het al krap lastig krijgen. Hier op deze toch wel vrij zware beklimming aan de streep. Nog eentje van het National Germany team. En ook van de tweetal aanvallers die er proberen vandoor te gaan. Met nog 6 ronden te gaan. Still 6 laps to go. Hier is dan de voorwacht van het peloton. Dat is op een 15-tal seconden. 15 seconden. Still 6 laps to go. Dus nog 6 ronden te gaan. We zien daar ook in de voorste gelederen Stephanie Pol. Dat is de dame die momenteel de rode trui om de... Als wij elkaar nog 2 ronden, still 2 laps to go. En nog is dat al de tour parcourier. Nog 2 ronden met eentje van de Lotto Perisol. Anisha Beekemans aan het commando. Op deel 24ste. En we zien daar ook nog Marianne Bossen in de buik van de peloton. Dan is hij met nog altijd dezelfde dame aan het commando. We zien daar ook Germany National Team Luisa Kappinger hier mee deel uitmaken. Deze dames die onderhouden dat tempo. En zo gaan we. Laatste ronde voor deze dames hier aan de streep. Laatste ronde. Allerlaatste ronde. Het is opnieuw eentje van Rabo, Anna van der Breggen, die aan de haal gaat. Final lap, hier is het peloton, 14 seconden.
laatste ronde. We zien daar ook Annemiek van Vleuten in derde stek en al die anderen. Ik heb hier een uitdekend gezegd, die zich nog mensen. Zijn dat iets van het Team Giants die hier naar de mee komen? Het wordt gesprint met een bijzonder grote inzet. Wie gaat het hier nog halen? Het is op een rubbertje hoor. Iemand van Hightech Pools die hier de handen in de lucht steekt. En ja, dat voelen ze dan misschien wel aan. We hebben wel gezien dat Talita de Jong de tweede plaats weggaat. Dat is het nummer 5. Provisa ook aan al deze dames die hier puffend en heilig aankomst maken aan de streep. Met uw applaus, dames en heren. We missen Emma Johansson. Voilà, beste mensen. De nummers 1 en 2. Chloe Hosking en Talita de Jong. Met deze ludieke noot denk ik dat we stilaan aan het einde gekomen zijn. We hebben al...